Het leek een erg gewaagde gok als Antwerpse kunstgalerij helemaal naar China trekken om er op Art Beijing te gaan exposeren. Maar de set van Nunc Contemporary Art vanuit de Wolstraat richting Peking werkt. De fotokunst van mensen als Hendrik Kerstens verkoopt er als zoete broodjes. We hebben effectief bewust voor Art Beijing gekozen, omdat wij wisten dat er weinig Europese galeries deelnamen. En de symboliek in het werk van Hendrik is enorm groot. En het was hier bij wijze van spreken alles of niks. Dat is misschien een beetje overdreven gezegd. Maar blijkbaar is de symboliek in het werk van Hendrik universeel. En ze zijn er enorm wild van. Dirk van Duffel schreef zich samen met 350 andere standhouders in voor de gigantische kunstbeurs. De Antwerpse kunst valt erop en de interesse is groot. Azië en dan vooral China, het is een groeimarkt. Er zijn heel veel kunstbeurzen en we gaan volgende week een keer bekijken over de komende weken welke kunstbeurzen we eigenlijk nog willen meepakken hier. Maar waar we ons nu op willen focussen, dat is de Chinese pers. En die hebben heel veel blijk van interesse gegeven om samen te werken met ons en met meneer Kerstens. En dat is de manier waarop we in de Verenigde Staten van start zijn gegaan. En we gaan dat ook in China doen. Hè. Of in Azië uitgebreid, laten we maar zeggen. Kunst van Antwerpen tot in China, het blijkt aan te slaan.